Kanker en hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de voornaamste oorzaken van overlijden. Er wordt dan ook veel onderzoek gedaan om deze ziekten zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Onder andere door het UMCG en de rug. Voor deze onderzoeken zijn vaak radioactieve stoffen nodig, ook wel medische isotopen genoemd. Het bedrijf Shine heeft een revolutionaire techniek ontwikkeld om de medische isotopen te maken zonder reactor. Hierdoor is de productie veel veiliger, duurzamer en goedkoper. Dat bewezen ze al in hun Amerikaanse vestiging in Janesville, Wisconsin. Shine vestigt zich nu ook in Europa, in Veendam. Daar zal een compacte fabriek worden gebouwd om deze medische isotopen te produceren en nog beter te kunnen helpen kankercellen, uitzaaiingen en hart- en vaatziekten op te sporen en te bestrijden. En zo bij te dragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en het verhogen van de levensverwachting van jaarlijks vele miljoenen mensen. De komst van Shine naar Veendam levert directe werkgelegenheid op voor ongeveer 200 mensen. Vaste banen op mbo, hbo en universitair niveau. Daarnaast is er voor de bouw van de fabriek tussen 2023 en 2025 veel extra tijdelijke werkgelegenheid. De keuze voor Veendam komt voort uit een combinatie van factoren. De ruimte, de voorzieningen, het goede wegennetwerk richting zowel Groningen, de Randstad als Duitsland, vlakbij vliegveld Groningen Airport Eelde, de rug, UMCG en Hanze Hogeschool en natuurlijk de mentaliteit. Nuchtere doeners met de nodige ambitie. Het feit dat Harry Beurlage, vice-president Shine Europa en in Groningen geboren en getogen, met passie over de Groningse mentaliteit kan spreken, gaf het laatste zetje voor de keuze voor Groningen als regio. Shine is al met al dan ook erg trots dat ze zich met haar fabriek mag vestigen in Veendam.